Een andere vraag is, waar ben je het meest trots op? Oef. God, dat is een moeilijke vraag. Goedenavond, welkom bij de talkshow van Jumping in Maastricht. Dank voor jullie geduld dat we wat later zijn begonnen. Dit komt mede omdat de gast van vanavond, Lisa Noren, nog op concours is in België. Wat hadden we graag allemaal vanavond en de rest van het weekend in het MEC gezeten. Om daar de ambiance, de sfeer en de topspot van Jumping in Maastricht te kunnen beleven. Helaas weten we allemaal dat dat door corona niet heeft kunnen plaatsvinden. En daarom hebben we enkele online activiteiten voor jullie georganiseerd. Een van deze activiteiten is deze online talkshow. Ik, Janou Hendricks, neem jullie 4 dagen lang mee in deze talkshow en ontvangen wij 4 topruiters. Vanavond de supergetalenteerde Lisa Noren, ambassadrice van Jumping in Maastricht. Morgen Michael van der Vleuten, Nederlands trots onder andere. Zaterdag Olivier Filepaert uit België. En zondag de winnaar van de grote prijs van 2019, Frank Schuttert. Naast deze talkshow hebben we ook nog wat leukere andere online activiteiten. Vanaf vrijdag vindt er een virtueel toernooi plaats. Dat wil zeggen dat de laatste 30 grote prijswinnaars kun je online je favoriet kiezen. En daar vindt zondag de finale van plaats. Daar zijn ook heel veel leuke prijzen aan verbonden. En een van die prijzen is een rondleiding bij Stal Hendricks. Toevallig zit ik daar nu met wat leuke gym herinneringen op de achtergrond. Daarnaast is er ook nog voor de allerkleintjes een online spelletjesboek beschikbaar. Dus ook voor de fans van jong en oud is er van alles waar we toch een beetje het gymgevoel van kunnen creëren. Lisa die is vandaag op concours in het Belgische Lier. En dan denken jullie, goh, dat is wel toevallig. Hè? In Nederland kan er geen topsport plaatsvinden voor onze paardensport. Maar in België is dat net iets anders geregeld. Ook wel met hele strenge coronamaatregelen, maar daar mag toch de topsport doorgaan. Vanavond ontvang ik eerst een andere gast en ik zal eens eventjes kijken of hij al aanwezig is. De eerste gast van vanavond is het nieuwste bestuurslid Timothy Hendricks. Ik ga eens even kijken of hij al aanwezig is, zodat we hem kunnen gaan uitnodigen om deel te nemen aan dit Instagram TV. Om hem ook wat vragen te stellen. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben, dan kunnen jullie die onderin als een comment plaatsen en dan proberen we die allemaal te beantwoorden. Hallo. Hallo Tim. Hoi hoi. Welkom in de talkshow van Jumping in Maastricht. Leuk dat je tijd hebt kunnen maken om even mee te praten en delen met onze volgers. Ik zit hier in de stal, dus het kan af en toe zijn dat er een paard hinnikt. Nieuw bestuurslid van Jumping in Maastricht. Lijkt me super gaaf. Vertel eens even. Ja, goedenavond allemaal. En Janou, hoi. Nieuw bestuurslid. Ik heb het gym eigenlijk al vanaf kleins af aan meegemaakt. Ik was een klein jochie. Toen ging ik kijken toen mijn vader reed, Emiel. Daarna ben ik natuurlijk ook daar geweest als deelnemer. Heb ik enkele jaren ook meegedaan. Dat was natuurlijk heel leuk. En ja, dit jaar zou het eerste jaar zijn geweest dat ik als bestuurslid het gym mee zou mogen maken. Frank Kemperman had mij hiervoor benaderd. En ik hoefde er niet lang over na te denken of dat ik het wilde doen, ja of nee. Ik vond het een hele mooie uitdaging. Heel leuk om te doen. Leek het mij in ieder geval. Ja, door de hele corona is dat natuurlijk een klein beetje tegengevallen. We vinden natuurlijk allemaal in het bestuur heel erg jammer dat het niet door kan gaan op een live event.
Maar we hebben er wel met z'n allen hard aan gewerkt om het nog zo goed mogelijk proberen te leuk te krijgen voor het publiek. En vandaar inderdaad ook deze online activiteiten. Hey, je vertelt net al een beetje, hè? Je kwam als klein mannetje al naar Jumping in Maastricht. Hè? We zijn daar als Limburger ook, ja, je bent je daar betrokken bij. Waarom is Jumping in Maastricht zo speciaal voor jou? En betekent dat ook wat voor de ontwikkeling in hoe jij als bestuurslid wil fungeren? Ja, kijk, inderdaad. Ik ben opgegroeid met het gym. Het is een thuisconcours voor ons. We kijken er altijd naar uit. Dus het hoort bij een van de grootste evenementen natuurlijk binnen in Nederland. Dus ja, ik heb altijd van vroegs af aan heb ik er naar uitgekeken als het weekend in de gym begon. En het is een paar jaar is het weg van de kalender geweest. Daarna werd het weer opgepikt, waar we heel enthousiast voor waren als paardenwereld, als ruiters. We keken er weer heel erg naar uit. En ja, ik heb het nou ook weer zien groeien en ik kijk er heel erg naar uit om met het gym nog mee te kunnen groeien en daar nog beter en groter in te kunnen worden. Heel erg leuk. En stiekem kijken naar 2021, hopend voor een corona-vrije evenementenwereld. Hoe kijk je uit naar 2021? Heb je al nieuwe ideeën voor volgend jaar? Ja, we zijn natuurlijk met een hoop ideeën bezig. Eerst maar eens kijken wat we nog voor leuke activiteiten kunnen organiseren buiten het echte gym om. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook met het oog op volgend jaar weer volop aan het denken van, nou ja, wat zijn de mogelijkheden straks? Wat gaan we weer doen? Wat kunnen we weer doen? Ja, ik denk dat er een grote uitdaging voor ons ligt. Maar ik denk dat voor heel veel evenementen zo is. Maar ik denk absoluut dat het gym wil zorgen dat ze van de partij zijn. En ook echt weer een evenement neer kunnen zetten waar iedereen weer naar uitkijkt en naartoe kan leven om daar weer deel van uit te maken. Ja, superleuk. Ik heb zojuist al aan de fans. Er kan een rondleiding bij Stal Hendricks gewonnen worden als men meedoet aan het virtuele toernooi. Die ga jij, neem ik aan, geven. Wil je nog even de fans een woordje doen dat ze kunnen meedoen aan het virtuele toernooi? En ook echt die speciale prijzen, onder andere ook een meet and greet met Lisa Noren, die we later ontvangen, deel te nemen? Ja, nou ja, ik denk dat het voor iedereen een hele bijzondere wedstrijd gaat worden. Het is heel uniek. Het is ook een van de eerste keren dat het op deze manier gehouden wordt. En de prijzen die eraan vastzitten zijn natuurlijk wel echt. En een live meet and greet. En een rondleiding op een stal waar de topsport wordt gedaan. Waar wij dus eigenlijk de voorbereidingen doen om naar een niveau toe te kunnen zoals het gym. Daar kun je echt een kijkje in de keuken nemen. En ik denk dat dat vooral het leuke is aan om echt een keer of een meet and greet te hebben. Of echt een rondleiding te krijgen op een stal van dit formaat met dit niveau aan sport. Superleuk. Heel erg bedankt dat je tijd hebt willen vrijmaken om vanavond ook even in te schakelen in deze talkshow. Mochten er mensen nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Dan kunnen we die nu misschien nog met Tim beantwoorden. Anders gaan wij afscheid nemen van Tim en ga kijken of Lisa al klaar is. Net terug is uit de stal vanuit het wedstrijd gebeuren in België. En als ze klaar is om de fans te woord te kunnen staan. Helemaal goed. Tim, heel erg bedankt. En ik ga het ontvangen. Dankjewel. Oké, doei doei. Gaan we eens heel even kijken of dat we Lisa al kunnen toevoegen. Ik zie dat Lisa nog niet... ik ga eens even kijken of ze er al is. Vanuit België. Hey Lisa, goeie. Hey. Wat leuk dat je er bent. Hoe gaat het in België op concours in Lier?
Ja, het gaat goed hier. Heel leuk dat ik er eindelijk bij kan zijn. Iets te laat, maar dat is voor een goede reden. Ik ben heel gek. Jumping Indoor Maastricht kan geen doorgang vinden. Jij bent wel op concours in België. Ja. Vertel eens eventjes, hoe gaat het er daaraan toe? Wordt er veel rekening gehouden natuurlijk met corona, speciale regels? Ja, speciale regels natuurlijk. Iedereen met een masker op, heel de dag lang. Binnen is ook alles dicht. Je kunt nergens een koffietje krijgen of niks binnen. Iedereen moet echt buiten blijven. Maar ja, het is eigenlijk ook de enige optie als we de sport echt hier aan de gang willen houden. Gelukkig werkt iedereen echt mee en probeert iedereen zich aan de regels te houden. Zo goed mogelijk dat we, als we kunnen in ieder geval. Maar we zijn wel heel blij dat we toch nog op wedstrijd mogen gaan. Hey, want in België zijn de regels weer net iets anders dan in Nederland. Daar is voor topsport mogen daar wel de wedstrijden doorgang vinden. Ja, dat klopt. Dus daar hebben wij wel heel veel geluk mee hier. Maar ja, we zijn blij dat we, zoals ik zei, dat we de paarden in ieder geval aan de gang kunnen houden. Ja, het sociale leven, dat is nou voor ons in ieder geval niet zo heel belangrijk. Zolang we maar kunnen doen waar we echt van houden. Hey, normaal gesproken had je dus niet in Lier gereden, maar op Jumping Indoor Maastricht. Jij is Astrid Driessen. Vertel eens, wat betekent Jumping Indoor Maastricht voor jou, hè? Je bent ook wel opgegroeid in Maastricht. Wil je daar ons wat meer over vertellen? Ja, klopt. Voor mij is Jumping Indoor Maastricht heel speciaal. Opgegroeid in Maastricht vanaf kleins af aan. Mijn vader mee naar gym altijd, ieder jaar. Dus voor mij, toen ik de eerste keer in, geloof ik, 2014 mee mocht rijden, was dat al heel speciaal. En toen, ja, Frank mij 2 jaar terug benaderde of dat ik ambassadrice wou worden, was ik daar wel heel erg blij mee. Want ja, het is zelfs al woon ik niet meer in Maastricht, het is een hele belangrijke wedstrijd voor mij. Ja, het is eigenlijk ons thuisconcours, zou ik maar zeggen. Ja, superleuk. En wat is jouw mooiste herinnering aan Jumping Indoor Maastricht? Heb je een specifieke proef of moment waar je van zegt, goh, dat wil ik graag delen met mijn fans, dat blijft me elk jaar bij? Ik wil zeggen, 2015, toen werd ik derde in de Grote Prijs. Toen was ik pas 18. Dat was voor mij een van de belangrijkere momenten, zeg maar, in mijn carrière tot nu toe. Dus daar ben ik, dat is wel een hele aparte herinnering voor mij. Ieder jaar als ik daar terugkom, hoop ik voor datzelfde resultaat natuurlijk. En dat is niet makkelijk, maar dat zijn wel momenten en herinneringen die dat speciaal maken. En ik neem aan, hè, dat is natuurlijk super gaaf om op zo'n jonge leeftijd al dan derde te worden in zo'n speciale grote prijs. Geeft dat dan extra feeling dat het een thuisconcours is voor jou? Ja, natuurlijk. Je wilt natuurlijk altijd goed presteren. Maakt niet uit waar je bent. Maar als je natuurlijk in Maastricht bent, waar je als klein meisje al naartoe bent gegaan en voor een geweldig publiek, dan is dat, maakt dat wel extra speciaal. Ja, natuurlijk. Super. We hebben wat vragen binnengekregen van fans. Mochten die er nog mee tijdens dit gesprek, dan mogen ze als een comment plaatsen hieronder. Onder andere is een vraag: waar spendeer je de meeste tijd aan met het treden? Volgens mij echt dressuurmatig werk. Wij proberen zeg maar 2 keer in de week te springen. 1 keer gewoon een paar kleinere sprongetjes en wat oefeningen. En 1 keer voordat we naar concours gaan, een echt parcours. En misschien ook iets meer aan de maat. Maar voor ons is dressuurmatig natuurlijk heel belangrijk. Dat als je in de ring, dat je daar eigenlijk niet meer bij na moet denken. Dus dat is iets waar we echt dagelijks met veel paarden, met alle paarden, heel veel aan werken. Hey, en dan krijg je dan les van je vader Henk, of heb je nog andere mensen die je begeleiden in juist dat dressuurmatig werk? In dressuurmatig werk wel al een paar jaar lang een man uit Hongarije, Barnabas Mendy heet hij. En dan ook van mijn vader natuurlijk altijd nog steeds springles voordat we naar concours gaan. Gewoon, het is altijd fijn als hij erbij is om zeker te weten dat de puntjes op de i staan voordat we naar een wedstrijd vertrekken.
Ja, superleuk. Het resultaat waar ik heel trots op ben. Datzelfde jaar in La Coruña de 5-sterren grote prijs winnen. Ben ik trots op. Maar het is volgens mij ook de band die ik met mijn paarden heb. Het zijn paarden die ik vanaf een jonge leeftijd onder het zadel heb gekregen. En waarmee je echt een band opbouwt, zeg maar, tot een bepaald niveau. En dat is natuurlijk heel belangrijk, vind ik. Dat is ook zeg maar een beetje mijn trots. Als je dan zo de ring uitkomt met een goed resultaat, met een paard die je al jarenlang kent, dat is natuurlijk heel leuk. Dat is wel leuk om direct even in te haken op een vraag die een fan net stelt. Hoe heet je lievelingspaard? Of heb je er 5? Of... Lievelingspaard mag ik natuurlijk niet hebben. Maar ja, mijn beste paard heet VDL Groep Sabek Da. Het is een Franse hengst van 14 nu. Hij heeft dit jaar natuurlijk niet zo heel veel gedaan. Hij is goed begonnen in januari en februari. Ja, dan met de corona break heeft hij een tijdje pauze gehad. En hij is nu, dit is eigenlijk zijn eerste concours. Dus hij heeft vandaag weer zijn eerste proef gelopen en dat ging allemaal heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Superleuk. Hey, wat wil je nog bereiken met rijden? Je zet, neem ik aan, doelen voor een jaar. Hè? Maar zeg je, goh, 2024, Olympische Spelen in Parijs. I'm ready. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Maar ja, dat is altijd heel moeilijk in te schatten natuurlijk. Want je moet maar net het juiste paard hebben op het juiste moment. En alles moet goed in vorm zijn. En alles moet op zijn plek vallen. Dus ik ben nog heel jong en ik heb geen haast. Maar ik wil eigenlijk mijn grootste doel op dit moment... Ik heb een paar fijne jonge paarden die ik op een fijn niveau wil gaan rijden later, zeg maar volgend jaar. En dan ja, ook rustig misschien een beetje als trainer een paar stappen naar voren zetten. Ik ben nu ook begonnen met een beetje lesgeven. Dus dat is iets nieuws en dat is natuurlijk ook heel spannend voor mij. Wel heel leuk. Superleuk. En ik vroeg net hè, van waar spendeer je het meeste tijd aan met trainen? Een andere vraag was van een fan. Wat doe je extra als je bijvoorbeeld je klaarmaakt of je bereidt je voor een grote wedstrijd? Dus voor hè, een 5-sterren wedstrijd of een jumping in Maastricht. Dan neem ik aan dat het iets andere voorbereiding is dan wanneer je naar een nationaal concours gaat. Ja, dat klopt. Je wil natuurlijk wel dat alles op dat moment op de juiste plek valt. Dus dan spenderen we natuurlijk extra tijd met het trainen, met het springen van het parcours. Dan zorgen we echt dat alles natuurlijk helemaal loopt zoals we het willen. Dan zorgen we natuurlijk met osteo's, met fysio's. Maar dat doen we sowieso met onze betere paarden. Gewoon dat we zeker weten dat de paarden zich extra goed voelen. Mm-hmm. En als dat paard natuurlijk een moeilijkheid heeft ergens, dan spenderen we daar misschien iets extra tijd op mee. Om zeker te weten dat we er helemaal klaar voor zijn. En bereid je daar zelf ook anders voor? Ik neem aan hè, dat je ja, daar toch ook anders zelf op voorbereidt dan op een kleinere wedstrijd. Ja, dat klopt. Maar ik moet zeggen, als ik, omdat ik... He, ik heb natuurlijk al veel mee mogen maken in deze sport. Maar als ik naar een 5-sterren wedstrijd kijk, probeer er nog steeds gewoon echt van te genieten. Want je rijdt mee met de beste ruiters in de wereld. En daar probeer ik natuurlijk altijd wat van te leren. Dus voor mij, zeg maar, van een 2-sterren naar een 5-sterren, ik probeer me daar altijd mentaal hetzelfde op voor te bereiden. Mm-hmm. Maar ik ben natuurlijk altijd van te genieten. Ja, dat is natuurlijk ook een zo'n mooie atmosfeer normaal, die wedstrijden. Dus dan is het ook inderdaad dat je daar ook van geniet en niet alleen van al bent. Er komen nog wat vraagjes binnen. Hoe oud ben jij? Ik ben 23. Oké. Dan vraagt ook iemand wat, gebruik je hulpteugels? En als je die gebruikt, wat voor soort hulpteugels gebruik je dan? Ik probeer eigenlijk zo min mogelijk hulpteugels te gebruiken. Als ik iets aandoe, is het meestal een slofteugel. En dat is misschien voor een wat frisser paard. Om zeker te weten dat ik op dat moment iets meer controle heb. maar ik probeer zo min mogelijk hulpteugels te gebruiken. Oké. Hoeveel paarden rij je op een dag?
Dat hangt er vanaf. We hebben op dit moment 18 paarden op stal staan. Dus dat zijn er wel genoeg. Maar ik rij samen met mijn vriend Giampiero van mijn vader. Dus met z'n tweeën, dat hangt er een beetje vanaf. Maar ik zou zeggen normaal 6 of 7 op een dag. Oké. En doe je ook aan fysiek sporten zelf? Hè? Een paard is een atleet. Jij bent natuurlijk zelf ook een atleet, hè? Volgens mij niet zoveel als dat ik zou moeten. maar het is natuurlijk moeilijk, want je hebt, ja, als je 7 paarden hebt gereden, dan is het moeilijk af en toe om die motivatie te vinden om nog te gaan sporten. Maar dat is natuurlijk iets dat wij ruiters misschien niet genoeg doen en dat we wel wat meer tijd aan zouden moeten spenderen, ja. En nog een vraag van een fan die binnenkomt. Hoe ging je met mensen om die niet in jou geloofden voordat je in de topsport reed? Oef, dat is moeilijk. Het is natuurlijk best wel een harde sport. Er zijn meer teleurstellende resultaten als resultaten waar je heel erg blij mee bent. Dus het is ook moeilijk, maar ja, je probeert je daar zo min mogelijk iets van aan te trekken. En gewoon in jezelf geloven en eigenlijk gewoon door blijven gaan totdat jij zelf tevreden bent en niet te veel denken wat andere mensen over je zeggen. Dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je zelf daar tevreden ook over bent. Ja. Wat is jouw hoogterecord met springen? Oef, volgens mij in een six bar wil ik zeggen 1,85. Oeh, dat is wel heel hoog. Dat is heel hoog. Even kijken, als je niet aan paardensport zou hebben gedaan, had je dan een andere sport gedaan? Dat is een moeilijke. Volgens mij had ik wel... Ik had wel iets fysieks gedaan. Want ik ben niet een persoon die heel de dag binnen kan zitten. Maar wat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. ik krijg nog één vraag binnen over trainen van je paarden. Hoe ziet een week voor jou eruit? Hè? Je zei net al, hè, ik werk veel aan de dressuur. We doen vaak oefeningen en dan springen we, als we een wedstrijd hebben, vaker een parcours van tevoren. Kun je daar iets meer vertellen hoe je weekindeling is voor de fans? Dus zeg maar een typische week als wij naar concours gaan, dan willen we de paarden die op wedstrijd gaan, die rijden we dus maandag. En dan doen we daar normaal gezien een paar oefeningen mee. Mm-hmm. Een paar cavaletjes en een paar verschillende oefeningen die we thuis hebben, dat ze mooi los in het lichaam zijn. En dan doen we dinsdag normaal een parcoursje springen. Woensdag worden die paarden die naar concours gaan, die worden dan gelongeerd. Hè, dat ze toch wel gewoon in beweging blijven. En ik vind het ook heel belangrijk dat ze 1 dag in de week minstens zonder zadel werken. Mm-hmm. En dan vertrekken die paarden naar concours. Maar anders, zeg maar, als wij niet naar concours gaan, dan is het meestal wel hetzelfde. Dan proberen we toch 2 keer in de week een paar oefeningen te doen. Want het zijn wel sportpaarden en ze moeten wel fysiek sterk blijven en aan de gang blijven. Mm-hmm. Dan doen we dat meestal zeg maar op een dinsdag en dan op een donderdag of een vrijdag. Maar, en de rest doen ze veel werk op de rembaan ook. Dat ze fysiek goed in conditie blijven. En belangrijk ook vind ik dat ze veel gaan wandelen. Dat ze hun hoofd ook niet alleen maar, zeg maar, in die bak met hindernissen hebben. Superleuk. Ik denk dat het heel goed is om ook vooral de mindset van het paard, hè, fris te houden. Dat ze inderdaad wat afwisseling in het werk zien. En ja. Een mooi voorbeeld van hoe jullie dat doen. Ik heb geen nieuwe vragen meer voor jou binnengekregen. Is er nog iets wat jij met de fans of de volgers van Jumping in Maastricht wil delen? Een oproep om hopelijk volgend jaar allemaal naar het MEC te komen? Ja, hopelijk wel. Ik hoop echt dat we volgend jaar terug kunnen zijn. Het is een weekend dat we echt dat iedereen altijd heel erg veel van geniet. En ik ook. Dus hopelijk zien we iedereen volgend jaar. Ik krijg nog 1 vraagje binnen, maar volgens mij heb je die al geantwoord. Gaan je paarden ook in de weide? Ja, natuurlijk. Het is oké, je hebt de aparte gevallen die een beetje spooky zijn of een beetje raar. Maar zeg maar, de meeste paarden gaan sowieso iedere dag een half uur de wei in, ja. Superleuk. Lisa, heel hartelijk bedankt dat je wilde deelnemen aan deze talkshow. En dat je tijd hebt kunnen vrijmaken tijdens je concours om ons toch even te woord te staan.
Morgen hebben we Michael van der Vleuten. En volgens mij is hij ook in Lier op concours. Dus hopelijk kunnen we hem gewoon om 7:30 strikken. Maar daar houden we jullie als fans zeker van op de hoogte. Zoals ik net al zei in het begin van deze talkshow, er zijn ook enkele andere online activiteiten. Vanaf vrijdag, dus morgen, dan kunnen jullie live toernooi gaan volgen. En daar is zelfs een prijs van een meet and greet met Lisa. Dus dat is heel erg leuk. Allemaal meedoen, zou ik zeggen. En sowieso morgen terugkomen om weer te bekijken. Yes. Avond allemaal. Doei doei. Fijne avond.